Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag een donderdag. Normaal gesproken had Rebecca nu zo'n beetje aanwezig geweest. Maar ze is al geweest, ja. Dat ze kwam eerder daar dat er een andere cliënt eruit viel. Dus zij is al geweest, zij heeft haar werk er al op zitten, maar ik ben nog druk bezig. Ik ben in de keuken begonnen. Die is daar helemaal schoon aan die kant. Ik heb de tafel helemaal opgeruimd, schoongemaakt. Ja, oké, dat blijft liggen. Hier moet ik mee aan de gang. Ik heb hem op een ander blad neergezet, dat het beter staat. Dat heb ik allemaal mooier gemaakt en schoongemaakt. Ik ben hiermee bezig geweest, dat hoekje is schoon, dat moet nog, maar ik ben nu met mijn bureau bezig en dan pak ik dat zo weer mee. Dan is dat ook weer klaar, dan neem ik weer een pauze en dan neem ik die kant van de keuken, bij de oven en alles, ruim ik dan nog even op en dan is dat ook weer schoon, ja. Maar, in ieder geval, wens ik jullie als eerste, ik heb het ding van verkeerd vast, zo. Als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog, hè. Ja, dat vergeet ik helemaal. Het is dus donderdag, het is 19 juli. En ik heb de televisie wel weer aan. Maar ik heb het geluid van de computer aan. Enkel dat loopt niet helemaal goed, het geluid. Maar ja, en de reclame is verschillend, merk ik. Dat is niet hetzelfde. Dus ja, maar het maakt niet uit. Dat is maar reclame. Als de rest maar goed komt. Zo is dat. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Het is warm. Het is bij de poort 32 graden. Het is in huis 25,5. En buiten op de vlakte is het 22,5. Dus al met al heerlijk, zonnig, prachtig, mooi weer. Hier en daar wat bewolking, maar dat kan de pret niet drukken. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Ze zeggen, tot later. Doei doei. Ja, een hele goede avond alweer. Ja, vandaag een drukke dag gehad. Hé, ja. Ik weet niet eens niet meer hoeveel ik gevlogd heb. Ik geloof twee keer dat dit de derde keer is, dus het is maar heel klein. Maar ja, maakt niet uit. Morgen komt de afstrijd, dus wordt het weer klein. Dus doen we de twee bij elkaar. De keuken is klaar. Ja, er staat natuurlijk weer een beetje af. Ik heb eten gehad. Maar het is weer spik en span. Allemaal netjes. Ja, ja. En mijn kamer is ook netjes. Ja, oké. Er ligt het speelgoed van het poezenbeestje op de grond. En mijn hondje heeft geen dorst. Die heeft zijn eten ook al op, ja. Ja, er zit niks meer op. Je hebt het allemaal op. Je bent een grote jongen geweest. Ja. Ja, ga maar drinken, zou ik ook zeggen. Hé? Ja. Mijn meisje. Nou, kijk, daar ligt een speelgoedmuisje. En daar ligt mijn andere meisje te slapen. Die is ver weg. Ja, dat was ze. Hey. Nou, die gaat hier erbij liggen. Ja, en dan zal ik de tuin opruimen. Want meneer die heeft ook weer het een en ander gedaan. Nou ja, dat moet even weg. Dat ruikt niet zo erg lekker. Dus ja, mijn bureau is schoon. Daar is het schoon. De tafel is schoon, oké, ik heb koffie staan en er ligt een schone kam, die is schoongemaakt. Die heb ik in de vaatwasser gehad, dat ik gewoon in de vaatwasser zoek spullen. Ja, en daar moet ik nog steeds lezen, ben ik nog niet aan toegekomen, die brief, maar dat komt ook allemaal wel goed. Heeft geen haast, nee. Wat wel haast heb is dat ik mijn koffie lekker op ga drinken en even aan mezelf ga denken. Ja!
Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doorgaan. En ik kom vanavond later nog even terug om wel rustig te wezen. Doe met mijn mobiel. En dan zie je me niet, want ja, dan heb ik het licht erop aan. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn hier op de vrijdag beland, dus ik wens jullie van harte welkom bij weer een nieuwe vlog. En althans een nieuwe dag, kan ik ook gaan zeggen. Ja, het is vandaag de 20ste. Ik heb al even wat boodschap gedaan. Ik heb gebakken in huis. Waarom, vraag je af? Nou, mijn lieve van de dochter Karin en Roderick gaan trouwen. Yes! Ben ik heel blij om. Ben ik gelukkig om. Zondag komen ze om de ouders contact te laten krijgen. Dus ouders voorstellen. Altijd leuk. Maar nu vanmiddag komt Astrid natuurlijk vanzelf. Ik moet nog wel eten klaarmaken. Ik moet nog vlees braden en alles. Ik weet ook nog niet wat zij eten wil. Dus dat merken we wel. Ik begin te trillen. Wow. Dus ja, ik heb nog ook blikgroenten en potgroenten, hoe noem je dat? Dat heb ik hier nog in de tas zitten, dat moet ik nog opruimen. Maar mijn hondje wil weer eens niet eten. Ja, ga dan eten. Moest een beetje lust het ook hoor. Ja. Ja, zie je wel, ga maar eten. Nou, dan niet. Nou, en ik heb ook eten staan. En natuurlijk heb ik een Bounty meegenomen. Maar die is voor Chrissy. En die is Chrissy Astrid. En deze is van mij. Ja, dus dat gaat helemaal lekker goed komen. Dat moet ik nog opruimen dus. En ik ga nou lekker eten. En dan ga ik daarna vlees braden. En ja, wat ze eten wil, dat weet ik niet. Merk ik wel. Wat wil je? Ik heb al wel vlees, maar verder niks. Dus je mag nadenken wat je wilt. Ja, ik heb genoeg in huis. Dus hoe dat er gaat, dan kan ik het niet aanleggen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Dus geniet van de dag. Doei, doei. Heb jij geen dorst, lieverd? Mijn hondje wil naar boven. Ja, en daarom sluiten wij deze dag ook af. Omdat het al hoogste tijd is. Het is 2:36 in de nacht. Het is 2:30 geweest. Dus ik zeg lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen en gezond weer. Doei doei. Kijk, dat heb ik momenteel voor mijn keukenraam staan. Gezellig hè? En daar ook nog een. Ja. Bij de buurman daar op de hoek, daar zijn ze bezig met ramen, weet ik veel wat. Dat, ja, ik hoorde vanochtend al een gesprek, iets met schuifpui, weet ik veel, maar ik weet allemaal niet. Maar ik heb mijn vlees al klaar, die heb ik al gebraden. En dat ziet er overheerlijk uit. Dus ja. Het staat nou net uit ook. Ik heb het even lekker laten pruttelen. En dan kan die weer even opgehangen worden. Zo. Die hangt zo. En dan word ik weer bestookt met wat is app. Dus ja, daar moet ik ook even mee bezig. En dat is trouwens Mitchell. Die zit met zijn kont op Texel. Die, ja, laat het een ander maar zien hoor. In een huisje, notabene. Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet maar verder van jullie dag. Dat ga ik ook doen. En ja, ik heb de ventilator aanstaan. Het is warm, ondanks dat het waait. Het is wel warm. En ik ga straks even voor de computer zitten. Want Astrid die is er ook nog niet. Daar wachten we ook op. Dat... ze keken allemaal van mij apart. Ja, ik heb geen afzegging gehad, dus ze gaan wel onderweg zijn. Ze
misschien een boodschapje of wat dan ook. Ik weet het niet. Kan allemaal. Ze zeggen, geniet van alles. Doei doei. Ja, mijn hondje heeft dorst en hij heeft zijn eten zo goed als opgegeten vanavond. Ja, en ik heb mijn eten dus ook al lang al op, samen met Astrid. En die ging om 6 uur alweer weg. En ja, ik heb al een plaatje klaar voor mijn heid, die ook in de hemel is. Ik heb een plaatje gemaakt. Die zet ik vannacht neer. En ik ben voor iemand anders bezig die in Canada woont. Maar hier geboren en getogen is, dus ja. Ik heb een foto van haar en ik zet de watertoren erbij. In de vuurtoren ga ik zo meteen even zoeken. Zet ik bij. En dan is dat als het ware het lijstje om haar heen. En dan zal ik nog wel even het een en het ander opzoeken wat echt helder is. Ja. Komt allemaal goed. Ik hoop dat ze het leuk zal gaan vinden. Maar oké, lieve vrienden, ik moet mijn medicijnen even meenemen voor mijn COPD. Want het alarm ging net van, je moet je medicijnen innemen, dus dat ga ik eventjes doen. Ik heb vandaag niet veel gevlogd, ik zal het allemaal even bij in de map doen. Kijken hoe groot filmpje het wordt. En dan doen we 2 dagen bij elkaar. Dus ja, ik zou zeggen, mijn hondje die daar gaan leggen. Hopie dopie, hé kereltje? Kereltje? Hallo? Nee, kijk niet eens. En mijn prinsesje is er niet. Oh, en daar ligt mijn andere meisje. Die ligt op een heel vreemde plek. Nog koel mat van de hond. Ja, ja. Mal beest. Kijk eens. Waar ligt meisje? Daar op jouw matje. Wat een dikkie. Ga je naar buiten? Je kan erdoor, ja. Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog van de avond. Het is nog mooi weer, ondanks dat het wel frisser is geworden vanavond. Daarom heb ik de deur op een kleinere haak. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles. Wat jullie doen gaan. Voor later welterusten. Lekker slapen. En je. Lekker slapen, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Morgen krijg ik visite en dan kan ik vloggen. Dat is Jan van Dam namelijk, die komt op bezoek. Dus dan gaan we weer gezellig doen. We gaan lekker vloggen, noem maar op. Dus dat komt allemaal goed, ik zou zeggen. Tot later, lieve vrienden. Doei doei. Hé, wat ga je doen nou? Ga je naar binnen? Mal hondje. Wat ga je nou doen dan? Hij heeft dorst. Nou, even in donker, heerlijk. In mijn tuintje. Dat zijn de tomaten. Dat gaat daar als kool. En dat was een deur op afstand. Even spieken over de schutting. Een leuk gezicht. Kun je toch spieken? Nou ja, mijn hondje wil niet naar buiten. Nou ja, dan niet, hè? Nee. Dan zal hij hier ergens wezen. Weet ik het niet waar. Gaan we hem zoeken. Oh, hier. Kijk. Daar ligt meneer. Oh, waarom wou je niet naar buiten dan? Waarom wou je dan niet naar buiten? Is het buiten lekker? Ja, is het buiten lekker? Wat een dikkie. Ja. En daar is prinsesje. Wat een mooie prinsesje. En daar zit mijn andere meisje. Ja, daar zit mijn andere meisje. Ja. Hela. Hola. Jij. Ja. Ja, lieve vrienden. Dat is helemaal netjes. Zoals jullie zien. Maar dat
had ik al laten zien. Ja, en natuurlijk is het hier even een bende. Maar een bende. Gewoon een klein beetje afwas, vind je niet? Maar dat komt wel weer. En deze tafel is ook netjes. De camera legt even op zijn kop, want het kaartje is eruit. Die moet er straks weer in. En ik ben bezig met een vlog. En dan moet dit filmpje nog bij in. Als vlog. Dus ja. Dan zeg ik dus op mijn beurt. Het is nu even zien. Dan gaan we kijken hoe laat het is. 23:55. Dus ja, ik ga hem niet omdraaien. Ik blijf wel op mijn hondje even gericht. Ik wens jullie allemaal een welterusten en een gezonde nachtrust en morgen gezond weer op en uiteraard een hele fijne, liefdevolle zaterdag met heel veel mooi weer, want dan heb ik het ook. En ik zeg heel graag tot aan de andere kant van de nacht. Oh ja, had jij ook nog wat te vertellen? Oh ja? Wil je ook wel terug te zeggen? Hé, wil je ook wel terug te zeggen? Hé? Wil je ook wel terug te zeggen, meisje? Hé? Toch maar niet? Nou, zeggen tot later!